Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Jaap Cohen. Jaap, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent de biograaf van Theo van Gogh. Klopt. Je hebt een flinke pil geschreven, De Bolle Gogh. Daar is ook wat kritiek op te komen. Het boek zou te dik zijn, komen we straks nog op. Ben jij historicus of biograaf? Oh. Want je proefschrift was ook een biografie? Nou, dat was een familiegeschiedenis. Hmm. Dus dat was eigenlijk een soort van verzameling van verschillende biografische portretten. Hmm. Ja, ik ben opgeleid als historicus, maar ik voel me wel echt een biograaf inmiddels. Ja, dat heb je. En ik probeer natuurlijk wel altijd die historische invalshoek. Die probeer ik te nemen. Ik probeer altijd een hoofdpersoon in zijn context te plaatsen en de micro- en macro-geschiedenis met elkaar te verweven. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook vind ik het mooie aan het genre van de biografie. Dus ja, ik ben het eigenlijk allebei. Ah, mooi. Ja, ik zat in de auto, zat ik net te denken, hoe zou Theo van Gogh, want Theo van Gogh, we gaan het veel over hem hebben in dit gesprek, uiteraard. Ja. Hoewel, we zullen het ook over biograferen hebben en misschien het stukje geschiedenis waar hij inderdaad zich in bewoog. Maar ik zat te denken, hoe zou hij, want hij was ook een groot interviewer. Dat is eigenlijk de dingen samen met columns misschien wel waar hij beter in was dan filmen. Ik dacht, hoe zou hij nou zo'n interview beginnen? En ik dacht... Want hij begon graag provocatief. Nou, hij zou een hele goede eerste vraag bedenken. Ja, dus dat was eigenlijk zijn... Hij dacht van, ik moet een goede eerste vraag hebben. En dan kijken we daarna hoe de rest loopt. Maar hij was altijd bezig met die eerste vraag. Ja, in dit geval had hij waarschijnlijk zoiets gezegd als... jij bent 7 jaar... je bent de zoon van Job Cohen. Je bent 7 jaar bezig geweest met een man die jouw vader... van nature een NSB'er noemde. Is dit de manier waarop een grachtengordel intellectueel wraak neemt op zijn vader? zou misschien een goede zijn. Ik denk het absoluut niet. Nee. Waarom wilde je het boek schrijven? Waarom heb je 7 jaar lang in Theo van Gogh gestuurd? Nou, ik ben opgegroeid in de jaren 80, jaren 90. Ik ken Theo van Gogh van televisie. En ik moet zeggen, altijd als ik hem zag op tv... het was nooit saai. Het was altijd, je wist nooit wat er kon gaan gebeuren. En er zijn een paar van die beelden die ik nog voor ogen heb. Hè, dat ik de tv aandeed en dat ik hem daar in een soort van absurdistische anti-dating show zag. De Hunkering, ik weet niet of jij die nog kunt herinneren. Van voor mijn tijd. Oh ja, nou ja, dan zat hij daar met 2 sumo-worstelaars naast zich. En dan een extreem kleine vrouw met een asbak op haar hoofd, waar hij dan zijn sigaret op aftipte. En ik dacht, wat is dit? Maar het was, hij had altijd gesprekken met al die kandidaten die toch ook weer spannend waren. En die toch ook na een paar vragen echt ergens over gingen. En dat vond ik toch het interessante. En dus ik moest eigenlijk blijven kijken. En later ging ik zijn interviews ook bekijken. En die vond ik altijd heel goed. Ook weer, dat waren echte gesprekken. Hij bedacht inderdaad een goede eerste vraag. Mm-hmm. Maar daarna wist hij meteen waar bepaalde pijnpunten waren. Hè, en daar kon hij ook meteen komen. In een paar vragen kwam hij daar. Mm-hmm. En het ging meteen echt ergens over. Maar hij liet de gast wel echt in zijn waarde. Ik vond het echt een heel goede gesprek. En ook daar wilde je tot het einde blijven kijken. Mm-hmm. Al was het maar om te weten hoe de gast omging met het kussen van de cactus. Wat altijd moest gebeuren. Ja. Dat vond ik ook altijd goed. Dus ook, ik weet heel vaak dat je dan s'avonds ook inderdaad zo nog zat te kijken. Want die interviews die werden dan s'avonds herhaald. Dat is op AT5 geloof ik. Hè? Was dat, ja, dus het begon op Salto en later AT5. En toen is het ook nog wel naar nationale televisie gegaan. Maar die vond ik dus heel goed. En ik ben toen ook nog in mijn studententijd naar zo'n film van hem geweest in de bioscoop. Kan ik me herinneren. Interview. Mm-hmm. Nou, het ging dus ook over eigenlijk een lang gesprek tussen Pierre Bokma en Katja Schuurman. Mm-hmm. Heel goed geacteerd. En tegelijkertijd las ik zijn columns in de trein. Eigenlijk de metro, heette die gratis krant. Ja, dat heb ik wel nog meegemaakt. Ja, nou ja, dat was ook die periode. En ik weet wel dat ik die columns las en dat ik echt soms verbijsterd was. Dat ik dacht van, wow, hoe kun je iemand zo ontzettend proberen te raken? Echt zo proberen te kwetsen. Mm. Dat is wat hij vaak deed ook. Dus dat waren allemaal, dat kon ik bijna niet rijmen met die manier waarop hij zijn interviews deed. Mm-hmm. Dat vond ik heel intrigerend, heel interessant. Dus ik heb me altijd wel, ik vond het altijd wel fascinerend als figuur. En ik heb zelf hiervoor dus een familiegeschiedenis geschreven. Mm-hmm. Daar ben ik op gepromoveerd.
het was wel echt een onderwerp dat afspeelde, met name in de oorlog. Maar ik merkte wel dat ik dat heel leuk vond om te doen. En 10 jaar geleden, toen was ik daar nog mee bezig. Toen was ik op vakantie, op Cape Verde, weet ik nog. En toen zaten we met mijn vriendin, we zaten een rummetje te drinken daar op het terras. Toen hadden we ineens zo'n gesprek van, ja, wat willen we nog doen hier de komende jaren met werk en zo. Mm-hmm. En toen zei ik van, ja, ik zou nog wel eens een biografie willen schrijven. Want dat biografische, dat lijkt me echt leuk. Maar ik zou niet per se in die oorlog willen blijven. Ik zou me wel iets willen verbreden. Mm-hmm. En ik denk dat we het eerder die vakantie over Theo van Gogh hebben gehad. Dat ik een paar van die herinneringen had verteld van hoe fascinerend ik hem vond. En toen zei zij van, is de biografie van Theo van Gogh, is dat niet wat? En toen dacht ik van, ja, maar dat zal toch al geschreven zijn. Dat kan me bijna niet voorstellen, want hij is een van de, ja, hoe je het went of keert, toch een van de bekendste figuren uit de recente geschiedenis. Staat in alle schoolboekjes. Toen ging ik op mijn telefoon kijken en toen zag ik dat hij er nog niet was. Ik zag alleen een post van een jongen van de jaren 17 en die zei van, kan iemand mij een biografie van Theo van Gogh aanraden? Want ik hoor altijd over die man, maar ik weet niet wat die nou echt precies gedaan heeft allemaal. Dus toen dacht ik van, het is wel echt een fantastisch idee eigenlijk. Ja. Ook omdat hij gewoon op zo lang commentaar gegeven heeft op de actualiteit. Hij heeft gewoon vanaf midden jaren 80 heeft hij een column gehad, een wekelijks column. Heeft hij zich gemengd in de maatschappelijke debatten die er waren. Op een geheel eigen manier natuurlijk. Ja. Maar hij heeft daar wel altijd natuurlijk stevige meningen. Je kan aan de hand van Theo, kun je daar iets over zeggen. Je kan die culturele wereld beschrijven. En ja, dus afgezien van zijn persoonlijkheid vind ik ook zijn afkomst ontzettend interessant. Nou, dat is ook wel, als ik je meteen even een compliment mag geven over het boek. Het begint zeg maar met zijn, wat ik overigens niet wist, zijn afstammeling van de schilder Vincent van Gogh. Ja. En zijn broer Theo. Hè, maar van de andere kant in de familie zit er ook een link met Wieboud. Dat is overgrootvader. Ja, de bekende wethouder van Amsterdam. Die lijnen zitten er al in historisch. Daar begin je het boek ook mee, na een korte proloog. En vervolgens krijg je alle mensen waarmee hij in contact stond. En dat was echt een hoezoe van Nederland in de jaren 80 en 90. Hij had echt een ongelooflijk netwerk. Ik vind het echt nog. Je hebt van die oude adresboeken van hem en agenda's. Nou, daar staat die lijst in met telefoonnummers die hij dan zelf allemaal opgeschreven heeft met zijn bizarre handschrift. Ja, die gaat maar door. Hij had echt, Hij stond ook voortdurend in contact met iedereen. Ja, hij was de hele dag aan het bellen en aan het schrijven. Ja. Hey, maar voordat we op hem komen en om het compliment even af te maken. Ik heb met heel veel plezier het boek gelezen. Je schrijft niet alleen over een fascinerende figuur, maar je schrijft ook gewoon heel fijn. Dus het is spannend, je leest er zo doorheen, maar je woordkeuze, ook wel de manier waarop je weegt tussen zeg maar verbanden leggen en niet te veel psychologiseren, maar toch iets zeggen over de persoon is. Ik vond het erg geslaagd. Dus laten we daar toch mee beginnen. En sowieso de aanrader dat iedereen het leest. Het is een heerlijk boek om te lezen. Dankjewel. Toch even terug naar die wat prikkelende openingsvraag die ik me inlevert in Theo van Gogh even stelde. Ik was toch wel verbaasd, want Theo van Gogh is toch naast Pim Fortuyn, hij is vermoord door een moslimterrorist, zou je kunnen zeggen. Hè? Van Gogh, ja. Fortuyn niet. Ja. Precies. Nee, maar hij is natuurlijk wel, daar kennen we hem ook van. Dat is ook een reden dat hij zo bekend geworden is. Dat hij om politieke redenen vermoord is. Zou je kunnen zeggen, of religieuze redenen. De vraag is of dat gescheiden is bij de islam, maar het is weer een heel ander debat. Jouw vader was op dat moment juist eigenlijk een protagonist van de andere kant. Hè? Jouw vader was degene die ging theedrinken met, notabene ook de wel wat fundamentalistischere exponenten van de islam in Amsterdam. Hij wilde de boel bij elkaar houden. En Theo was juist degene die er tegen inging. Die absoluut geen concessies wilde doen aan wat voor religieuze organisatie dan ook. Ik vind het toch fascinerend dat jij er dan voor kiest om, toen ik dat hoorde, dat jij inderdaad de zoon, dacht ik van, hoe kan dit dan? Dus, ja. Nou heb ik wel een soort van begin van het antwoord door het boek te lezen, dat jouw vader, er was wel een soort polemiek, maar het was niet iets, hij lag er niet wakker van, hè? Jouw doktermoeder, hè? Zoals een van jouw promotoren, die lag er wel wakker van. Evie Gans. Die,
Dus daar zit ook nog een soort link. Maar ja, vader lag er niet echt wakker van. Die had natuurlijk wel, wel meer aan zijn hoofd dan één columnist. Ja, het waren ook vrij groteske beledigingen. Ook dat, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dat iets minder raakt. Ja, dat je iemand die toch wel een familie met een oorlogsgeschiedenis, een tragische oorlogsgeschiedenis, dat je die een van nature een NSB'er noemt, is wel een voorbeeld van zijn meer groteske kant. Maar toch maakte ik heel even kortsluiting. Hij was daar niet heel erg mee bezig. Maar ik kan me toch voorstellen dat het voor jou, dat je toch met je vader dan overleg wil, weet je wel. Ik heb wel gezegd van, ik ben van plan om dit te gaan doen. Wat vind je daar eigenlijk van? Hij zag volgens mij dat ik het heel graag wilde. Hm. Weet je, ik had gewoon heel veel zin om dat te gaan schrijven. Hm. Ik had natuurlijk wel even gedacht van, ben ik dan de aangewezen persoon? Is dat dan niet ingewikkeld? Toen dacht ik van, ik vind het ook niet echt een reden om het dan maar niet te doen. Als ik dan interviews heb, dan krijg ik al die vervelende vragen. Ja, krijg je die vraag. Aan. Nou ja, goed. Ik dacht van, ik ga mijn vader gewoon... die komt natuurlijk ook in het boek voor, een paar keer. Niet heel veel. Want het boek gaat met name over het leven van Theo. Ja. Maar hij komt er een paar keer voor en ik heb hem geïnterviewd. Mm-hmm. Net zoals ik 149 anderen heb geïnterviewd. En ik heb hem geprobeerd net op dezelfde manier te behandelen als het ware als die anderen. En ik heb zelf het idee dat dat wel gelukt is. Maar dat is natuurlijk aan de lezer om dat te beoordelen. Mm-hmm. Helder. Ja. Helder. Waar ik wel even mee wil beginnen, voordat we gewoon in de schatkist van zijn werk, van zijn fetus, van zijn... van zijn adresboekje, voordat we daar gewoon induiken en ook van genieten. En ik ben ook heel benieuwd wat jou is wedervaren bij het schrijven van het boek. Toch even, gaat het nou bij de interviews die je doet, bij de lezingen die je doet, gaat het nou veel over de inhoud van datgene waarom hij gestorven is? Daar zit bij mij, als ik de columns over jouw boek lees, als ik de recensies lees, dan denk ik, dat gaat eigenlijk helemaal niet. Het is alsof dat zijn polemiek tegen bepaalde vormen van islam, zeg maar, dat gewoon, dat een beetje verdwijnt. Dus, het was wel een leuke rebel, weet je wel. Terwijl ik denk, dat probleem waarom hij gestorven is, dat bestaat nog steeds. We hebben laatst een Koranverbranding gehad in Nederland. Daarbij is degene die dat gedaan heeft en een aantal politieagenten gewond geraakt. Sinds zijn dood zijn er drie aanslagen op Charlie Hebdo geweest. We hebben nu weer de hoofddoekjes en de keppeltjes die toegestaan worden bij de BOA's. De invloed van, en vervolgens de reactie van de moskeeënkoepels daarop. Dat je toch vooral geen Korans mag verbranden. En dat het fijn is dat die hoofddoekjes dat dan mag. Dan denk ik, het is zo'n actuele discussie. Maar eigenlijk rond de publicatie van zo'n boek valt dat dan toch een beetje weg. Mm. En ik moet zeggen, mij ergert dat. Mm. Ik denk van, hij is niet voor niks gestorven. We moeten die vrijheid van meningsuiting wel verdedigen. Er staat wat op het spel. Ik ben benieuwd hoe jij dat... Nou ja, kijk, het is een boek dat gaat natuurlijk gewoon over zijn leven. Het is in die zin een historisch boek. Mm. En in die epiloog trek ik een paar lijnen wel naar het heden. Maar in die zin... Kijk, het gaat niet echt over die nasleep. Hè? Er zijn ook al boeken over. Het gaat echt over het leven van Theo. En daar is het volgens mij wel ook wel over gegaan in de receptie. Maar natuurlijk, er zijn ook nog die discussies die hier toen speelden. Ook op allerlei andere vlakken trouwens. Ja, die zijn er nu natuurlijk nog steeds. Dat maakt het denk ik ook wel interessant om het misschien te lezen. Dat het wel prikkelt. Als je dus kijkt naar die discussies in de jaren 80, jaren 90, begin jaren 2000. Ja, het prikkelt ook weer over je denken over de periode van het nu, denk ik. Ja, daar slaag je ook in het boek. De debatten waar hij in verwikkeld raakte. En ook de argumenten die daar heen en weer gingen. Daar besteed je ook wel aandacht aan. En ik heb daar verder zelf... Het is niet zo dat ik zeg van... dit is goed hoe hij ernaar keek. Ik probeer het zo... Ik probeer eigenlijk de verschillende kanten van hem, maar ook de verschillende kanten in die discussie allemaal te geven. En ik probeer dan daarmee dus eigenlijk de lezer te prikkelen om dan zelf over na te denken en een oordeel te vormen. Want hoe zit jij daarin? Zeg maar als je zeg maar heel, en dan sluiten we dat blokje langzaam af hoor. Maar
Als je zeg maar zijn positie en die van jouw vader even als extreme tegenover elkaar zit. Dus de boel bij elkaar houden. We hebben de religie nodig om, dat beschrijf je ook. We moeten eigenlijk die religieuze organisaties eigenlijk gebruiken om door te dringen tot dat deel van de bevolking. Versus de Theo van Gogh's positie waarin hij eigenlijk zegt, ja, wat nou religieuze organisaties? We hebben hier gewoon een rechtsstaat en daar moet het mee doen. Die invloed van die vrouwenvriendelijke islam en al die hoofddoekjes en die hijab, dat wil ik allemaal niet, weg ermee. Ja. Waar zou jij zitten in dat debat? Of is dat... Ja, kijk, ik ben daar dus zelf niet zo heel mee bezig. Maar als je mij nu vraagt, kijk, ik vind dat de vrijheid van meningsuiting heel ruim geïnterpreteerd moet worden. Dat wel. Tegelijkertijd denk ik, hoe hij dat deed, vraag ik me soms af van hoe productief is het? Als je ziet wat voor woorden hij vaak ook gebruikte, ook voor moslims, consequent geitenneukers noemen, denk ik van ja, daarmee stigmatiseer je wel een groep. Wat schiet je daar uiteindelijk mee op? Dat denk ik wel, heb ik al vaker gedacht bij het lezen van zijn columns. En dat komt steeds weer voor. En dat schiet je dan ook. Ja, dat heb ik wel vaker. En nou ja, ik moest vaak aan die woorden eigenlijk van zijn vader denken. Vader van Theo, die zei dan vaak... Theo, je mag het allemaal zeggen. Maar ja, het hoeft niet. Hmm. Ja, dat vond ik op zich wel... denk van ja, hoe productief is het? Die gedachten bekroop me wel. Ja. Ik snap ook wel dat het op zich wel goed is hoor. Om ook te kijken naar wat zijn de randen. Hoe ver kun je gaan met bepaalde dingen. Ik bedoel, dat heeft ook wel zijn waarde. Ja, soms iets is op de spits drijven om een helder debat te krijgen. De ideeënstrijd, hè? Ja. De oorlog der ideeën, daar had hij het ook vaak over. Daar zie ik ook wel wat in. Maar ja. Oké, okay, helder. Ik heb nog één dingetje. Jij haalt op een gegeven moment in het boek haal je Dick Sijp aan. Ik neem aan dat dat een beetje een collega van je is, hè, bij de UvA. Maar die heeft een proefschrift geschreven over dat bepaalde vormen van humor ook de hiërarchieën of de positie van minderheden in stand kan houden. Ja, ik denk echt dat Theo van Gogh daar echt van omgedraaid is in zijn graf. Dat je zo'n opvatting over humor of provocatie... Hè, dat... Ik heb gezegd dat daar in die jaren, dus in die jaren 90, dat daar veel minder aandacht voor was. Voor taal überhaupt. Ja, dat er niet zo'n oog voor was. Nee, dat is natuurlijk, daar is nu veel meer oog voor. Dus dat is een heel erg verschil. Dus dat moet je wel in de gaten houden als je die stukken van Theo leest. En hoe hij tekeer ging in het debat. Dus dat is meer een soort, inderdaad, de context, de achtergrond. Mm-hmm. Die benoem ik hiermee. Oké, fair enough. Maar waar mijn interesse ook een beetje in zit, je verdiept je in zo'n figuur. En natuurlijk, ja, dat betekent niet dat je ermee vereenzelvigt. Maar je moet toch ergens ook wel een soort fascinatie hebben voor de manier waarop hij dan keihard in zo'n debat zit. Nee, zeker. Ik heb een enorme fascinatie voor. Ook omdat ik misschien zelf karakterologisch heel anders in elkaar zit dan hij. Dus dat vind ik dan juist interessant om te kijken van, hoe werkt het bij iemand die altijd conflict opzoekt? Die altijd overal keihard tegenin gaat, tegenaan schopt. Hoe werkt dat? Waarom doet hij dat? Dat is eigenlijk de vraag die ik heb. De vraag die overal achter zit. Dat is wat mij intrigeert. Oké, leuk om, of fijn om even van je te horen. Maar dit waren allemaal vragen die ik dan inderdaad ook met die link met je vader, maar ook meer in het algemeen, zeg maar. Hoe er vandaag de dag met hem wordt omgegaan. En jij staat daar nu even van in. Jij staat in het centrum van die beweging. En het is voor mij fijn om even te horen hoe jij dit soort dingen ziet. Dan naar zijn figuur. Ik zei net al iets over hem als columnist. Ik bedoel, een aantal dingen zeg ik ook omdat ik ze zelf gewoon niet wist. Misschien dat heel veel kijkers die over het algemeen wat ouder zijn dan ik, misschien dat allemaal nog heel goed weten. Maar inderdaad, die hunkering, die datingshow. Ja. Je had die columns, je had die... je had dat interviewprogramma op een gegeven moment, wat in verschillende... Ja, een prettig gesprek. Heeft 7 jaar lang is dat uitgezonden. En dat had een paar opvolgers. Ja. Maar een prettig gesprek, dat is echt zijn programma met die cactus. Ja. En daarnaast natuurlijk de films, hè, verschillende... Ja, hij noemde zichzelf als eerste een zich noemend regisseur. Ja. Ja, en eigenlijk is iedereen het wel over eens dat vooral zijn columns en vooral zijn interviewgesprekken eigenlijk dat hij daar het meest floreerde. Nou, hij heeft ook goede films wel gemaakt. Interview 06, Blind Date. Ja, dat vind ik een goede, ja, klopt.
persoonlijk. Submission. Nou ja, dat vind ik niet zijn beste film. Hij zelf denk ik ook niet. Nee, dat is een beetje een... Dat is echt een heel gekke film in zijn hele oeuvre. Het staat echt er alleen. Het was echt de film van Ayaan eigenlijk. Ja. Dat is helemaal haar idee. Maar kijk, ik vond, als je het mij vraagt, zijn interviews vond ik echt fantastisch. Hmm. Daar was hij echt gewoon, ik denk dat hij een van de beste interviewers van de, ja, uit de Nederlandse tv-geschiedenis is. Ja, dat denk ik ook. Ja. En als regisseur heeft hij een paar goede films gemaakt. Ik denk niet dat hij uiteindelijk echt een meesterwerk heeft gemaakt. Hmm. Misschien had hij dat nog kunnen doen, weet ik niet. Maar het is een beetje, was het altijd zo dat hij het moeilijk vond om het geduld op te brengen en die concentratie om echt een scenario helemaal goed uit te denken. Hij wilde altijd gaan, hij wilde altijd, het liefste wilde hij zo snel mogelijk naar de set. Daar voelde hij zich goed. En dan was hij het middelpunt in die kleine wereld. Vond hij geweldig. Ze wilden heel snel gaan draaien. Maar heel vaak waren die scenario's dus nog niet helemaal goed. Je beschrijft ook dat hij vooral een goed acteursregisseur was. Hè? Ja. Dat hij goed was in het laten floreren van een bepaald type acteur. Waar hij dan als een soort Louis van Gaal, zeg maar, die jonge onbeschreven blaadjes, die liet hij echt... Hij had een enorm empathisch vermogen. Dat kon hij dus ook op die acteurs en actrices loslaten. Ik wist precies hoe hij ze moest benaderen. En gebruikte iedereen benaderde die op een andere manier. Hmm. En ja, mensen, acteurs en actrices, die vertelden mij altijd dat ze zich heel veilig bij hem voelde. Die liepen allemaal met hem weg. Ja. Dat woord empathisch, laten we dat nu even parkeren, anders gaan we te veel. Daar kom ik straks nog even bij op terug. Hij was in ieder geval heel goed om mensen inderdaad te begrijpen wat ze nodig hebben. En ook om karakters, denk ik wel, te begrijpen en te verbeelden. Hè? Dus die, was dat een observatie die jij zelf eruit haalt? Of had je die uit een of andere filmwetenschappenachtige analyse van zijn werk? Of is dat, want ik vond dat een hele rake observatie van je. Dat hij gewoon heel goed kon omgaan met... Dat hij dat heel goed doorhad. Dat hij een instinct had. Ja, nee, maar dat hoor je gewoon. En veel minder had hij met die techniek van het filmmaken. Hmm. Maar zijn kracht lag echt op dat persoonlijke vlak. Hè? Dat met mensen omgaan, dat kon hij dus natuurlijk heel goed. Hij kon mensen echt het gevoel geven dat ze gezien werden en gehoord werden. Dat is vrij ongelooflijk talent. Ik heb heel veel vrouwen bijvoorbeeld gesproken. En die vertelden mij van... Ik heb hem 10 minuten gesproken. En na die 10 minuten dacht ik dat hij degene was in de hele wereld die mij het allerbeste begreep. Ja. Nou, dat is... daar heb ik echt van meerdere mensen gehoord. Dus ja, daarom kon hij dat dus ook heel goed met die acteurs. En daarom is hij een hele goede karakterregisseur, denk ik. Ja. Maar hij had dus heel weinig met hoe de camera stond en al die technische specificaties en zo. Dat vond hij allemaal heel saai. En zelfs het verhaal boeide hem eigenlijk niet zo. Soms wel snapte hij zijn eigen plot niet. Ja. Dus ik denk soms wel eens van hij was eigenlijk meer een theaterregisseur. Die films die je net opnoemde, dat waren eigenlijk ook... Ja, dat waren niet heel technisch ingewikkelde films op heel veel verschillende locaties. Het is meer toneelstuk. Ja, het is meer een soort van toneelstuk. Maar hij was dus zelf wel heel erg gegrepen door het genre van de film. Dus jij wilde toch zelf het liefst films maken. Wat mij het meest verraste eigenlijk. Ik ken hem nog veel wat jij beschrijft. Maar dat, ik ben nog wat jonger. Dus bij mij was het meer dat je af en toe eens een herhaling van iets voorbij zag komen. Dat je wel dacht, nou, interessante gast. En die opeens vermoord werd. Hè? Ik was 19 volgens mij toen hij vermoord werd. Dus dat is echt, dan ben je nog, ik was nog niet heel erg politiek ontwaakt op dat moment. Maar wat mij het meest verraste eigenlijk was inderdaad dat hij een hele in Wassenaar is opgegroeid, best wel chic. En dat hij vervolgens echt op zijn 15e al in de kroeg zat, elke dag zuipen. En dat hij met dat zuipen eigenlijk nooit is opgehouden. Eigenlijk dat hele stuk, het begin van je boek, dat verbaasde me eigenlijk nog het meest. Dat hij zo'n achtergrond had. Nou, het was een enorm liberale omgeving. Hè? Hij is echt opgegroeid met die vrije... normen en waarden van de jaren 70. En ontzettend veel discussies overal met iedereen, ook thuis. Het was een heel verbaal gezin, zegt zijn moeder altijd. Hmm. Heel veel politieke discussies. Het is ook wel grappig, in het boek staat een foto van het huis van de familie van Gogh in verkiezingstijd. Ja. En dan zie je voor elk raam zie je een andere affiche hangen. Dus zijn moeder had dan een affiche van de VVD voor het raam. Zijn vader van D66, Theo zelf van de PvdA. Hij was echt een actief PvdA-lid mm-hmm. in de jaren 70.
En dan op die linkerraam stond nog, was nog een affiche van zijn moeder nog. En daar stond op, stem ook eens op mevrouw. Maar dat geeft wel wat aan. Hè? Dat was ook als vriendjes daar over de vloer kwamen. Er werd altijd om hun mening gevraagd. Er werden altijd discussies gevoerd. Nou ja, en ze keken ook naar echt van die VPRO-shows en zo uit de jaren 70. En Monty Python, dat waren echt, daarin groeide die op. Mm-hmm. Dat was heel veel mogelijk ook. Ja, maar ook inderdaad dat je gewoon in de kroeg gaat zitten in plaats van op school, op die leeftijd al. Nou ja, hij heeft uiteindelijk ook gewoon wel zijn eindexamen gehaald, HAVO. Ja, via stapelader. Ja. Ja, uiteindelijk heeft hij ateneum gehaald en heeft hij staatsexamen gedaan. Precies, ja. Op zijn 19 of zo. Dus dat valt uiteindelijk ook nog wel mee. Maar sowieso bizar, dat valt me wel meer op bij mensen die veel presteren of die bekend zijn. Dat hij maar 4 of 5 uur slaap nodig en hij is op en snoof. Ja, het is ongelooflijk wat een energie. Ja, inderdaad, 4, 5 uur per nacht. Misschien nog minder. Af en toe een hazenslaapje tussendoor. En wat, ja, want soms, kijk, hij is maar 47 geworden. Maar soms denk ik wel van, ja, hij heeft eigenlijk, was hij een soort van 120. Als je kijkt naar wat hij allemaal geproduceerd heeft en wat hij allemaal gedaan heeft. Mm-hmm. Zo ontzettend veel. Ja, het was ook een overstelpende hoeveelheid materiaal dat ik tot me heb moeten nemen. Ja. Ik wist dat het veel was, maar dat het zoveel was, had ik echt van tevoren niet verwacht. Dus daarom duurde het allemaal ook wat langer dan gepland. Ja, nou, je zei net al, je hebt 150 mensen geïnterviewd. Maar hij is ook... daarnaast had hij dus, afgezien van al die columns en dergelijke, was het dus ook vooral een briefschrijver. Dat is ook wel iets wat jij... Had ik wel eens gehoord dat hij een goede briefschrijver was. Maar dat hij er zoveel had geschreven en zo ook mooie brieven en ook zoveel haatbrieven. En eigenlijk alles komt terug in die correspondenties die hij had. Dat vond ik wel echt heel bijzonder om te vinden eigenlijk. Hoeveel brieven denk je dat hij geschreven heeft? Hij schreef er echt wel meerdere per dag. Nou ja, reken maar uit. Duizenden. Ja. Ja. Wat ik wel... Wat ik niet zo kende was, ik wist dat het een provocateur was en een polemist. Hè, in de traditie van zeg maar Hermans en Multatuli en zo, daar plaats jij hem ook in. Hè, en Reven ook. Ja, ja die ook wel, waar die ook wel naar opkeek. Maar dat zijn haat en zijn fetus, dat zo ver ging dat hij advertenties in kranten liet plaatsen om mensen te pesten. Dat hij columns door de brievenbus gooide. Dat die mensen jarenlang, dat wist ik ook helemaal niet, dat hij bijvoorbeeld Leon de Winter, Sonja Barend, nog een aantal andere mensen die voor mijn generatie wat minder bekend zijn. Maar dat hij gewoon jarenlang bleef bestoken in columns, in interviews. Ging maar door. Niet ging normaal. Maar door, ja. Ja. Wist jij dat voordat je... Nou, ik wist wel dat hij een aantal polemieken had gehad. Ja, je had die columns natuurlijk, die had jou... Jawel, maar zoveel. En dat kon echt jarenlang doorgaan. Als hij op een gegeven moment het gevoel had van ik heb beet of zo. En dan, nou ja, hij kon op alle mogelijke manieren. Liedjes ging hij schrijven. Inderdaad, advertenties plaatsen. Die brieven schrijven, dat ging maar door. En op een gegeven moment, als hij ook iemand... Dus Hugo Brandt-Corstius, dat was echt een tegenstander die ook weer terugschreef. Ah, ja. Ja, dus dat vond hij dan lekker. Dus dan gingen ze ook... Dat ging heen en weer. Maar op een gegeven moment schreven ook columns over elkaar. Ja, Hugo Brandt-Corstius is ook een bekende. Ja, bekende maar dat waar zat ook heel veel herhaling in. Dus op een gegeven moment, niemand las het meer volgens mij. Maar nou, zij, dat vroeg ik me ook. Zij hadden daar wel ontzettend veel... Zij haalden daar wel wat uit. En ze hadden er wel lol in ook. En ze wilden elkaar gewoon met die woorden proberen te overtreffen. En het waren een soort speelkameraadjes geworden eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, vrij ziek. Maar daar kreeg je dus terug. Hè? Hij deed dus ook inderdaad bij mensen die niks terugschreven. Dan bleef hij ook maar doorgaan. Er zijn ook een aantal voorbeelden van. Nou, een tragisch voorbeeld daarvan is de algenoemde Evelien Gans. Hè? Die heb jij ook dus persoonlijk gekend. Hè? Ik heb begrepen eigenlijk dat ze een aantal jaar geleden overleden is. En dat werd zelfs, ik zag ergens een commentaar van iemand die, want zij heeft suïcide gepleegd, dat daar zelfs nog wel mee, zo heftig was dat. Dat weet ik niet of dat daar mee te maken had. In ieder geval, dus die link wilde ik ook niet direct leggen, maar het vermoeden zou kunnen bestaan dat, zo heftig nou, kon dat, hij... Nou ja, hij heeft natuurlijk, maar hij had wel, hij ging wel onder de huid zitten, dat wel. Hij heeft een hele vunzige belediging op haar afgevuurd. Ja, iets met seks en mengelen en zo. Precies.
En dat heeft haar wel echt geraakt, ja. Mm. En dat was natuurlijk ergens ook zijn kracht, dat hij er wist hoe die mensen kon raken. Lukt hem niet altijd, maar vaak wel. Ja, net zoals hij die acteurs kon stimuleren, kon hij ook zijn tegenstanders raken. Precies, daar komen we weer bij dat empathisch vermogen. Toch nu even? Ja, nou ja, kijk, je haalt ook iemand aan die hem een psychopaat noemt. En het is, hij heeft toch wel iets van een narcistische structuur in dat karakter. Ik heb het idee dat ja, hoe krijg je empathie en een soort van narcisme bij elkaar? Ja, dat is meer, hij weet waar die mensen kan raken. Maar dat Precies. wil niet zeggen dat ja. hij ook empathisch is, dat hij zich er ook in verplaatst. Ja, maar... nou, hij kan zich heel goed in mensen verplaatsen en hij kan dus ook daardoor heel goed weten inderdaad en heeft een instinct voor wat mensen kan raken. En dan kan hij dat ook gebruiken, dat weerhoudt hem niet. Dus bij andere mensen zouden dat misschien dat gevoel wel hebben, maar die zouden dat dan niet doen. Mm-hmm. En hij doet het. Ja, maar dat is niet een heel, als je empathisch bent, dan doe je dat niet. Dus het lijkt... Nou ja, hij vond in columns, kun je dat doen? Ja, maar kennelijk ook in... je kunt die column vervolgens ook bij iemand door de bus doen... ja. zodat hij hem leest. Of je kunt iemand in een brief ook... Yeah. Oh ja, dat kun je ook doen. Ja, ja, dat kon, ja, ik deed dat allemaal. Maar dat vind ik dus niet... Dus dat was mijn, wat ik net, ja. waar ik net aan refereerde, zeg maar. Ik heb het idee dat hij wel wist hoe die anderen kon manipuleren... of kon begrijpen of zelfs kon stimuleren. Maar dat als je echt empathisch bent... dan kun je niet de dingen doen die hij... Kijk, een column in het publieke debat is tot daaraan toe. Hè? En ja, ik zei al, dat mis ik vandaag de dag ook een beetje. Het is soms best goed als iemand een beetje tegen de heilige huisjes aantrapt. Maar dat je in persoonlijke brieven iemand zo tot op het bot raakt... dat is toch niet een heel empathisch... dus daar was ik verrast over je gebruik van dat woord. Oh ja, ja. Ik zou dan eerder zeggen dat hij psychologisch vernuft heeft. Hè? Of dat hij zoiets... Ik weet niet, maar denk ik dan een nuance. Ongetwijfeld. Ja. Maar empathie veronderstelt dan... Dat je goed in een ander kan verplaatsen. En je kan je dus ook goed in die ander verplaatsen hoe iets aankomt. Precies. Zo had ik het, zo bedoel ik het. Okay. Ja. En ik heb inderdaad een psychiater gesproken. Want ik was natuurlijk ook... Ja, kijk, dat is altijd ingewikkeld met biografieën. Van hoe ver ga je met psychologiseren? Je wil natuurlijk ergens... proberen te begrijpen. Ik ben geen psycholoog. En ik wil ook niet alles uitleggen verder. Ik wil ook de lezer zijn eigen gedachten laten vormen. Maar je wil natuurlijk wel verbanden leggen. Maar ik vond het toch wel interessant om eens te kijken. Hij heeft verschillende therapieën ondergaan. Hij is bij verschillende therapeuten langs geweest. Mm-hmm. Nee, die konden natuurlijk niks daarover vertellen. Ik was gewoon wel benieuwd natuurlijk van wat zouden die daarover zeggen. Ja, beroepsgeheim. Ja, beroepsgeheim. Maar er was één psychiater, en dat was een broer van een goede vriend van hem. En die heeft gedurende een periode echt meerdere lange gesprekken met hem gevoerd. Mm-hmm. Maar dat waren geen officiële gesprekken. Er was geen officiële arts-patiëntrelatie. Dus hij zei van, nou, ik kan er wel over praten. Dus ik vond dat wel heel interessant om hem... ook aan het woord te laten in het boek. En hij kwam inderdaad met het idee van dat Theo volgens hem psychopathische trekken had. Mm-hmm. Dus dat heb ik wel verwerkt. Zelf denk ik ook alweer van, ja, als je volgens mij psychopaat bent, dan heb je dus ook juist eigenlijk geen moraal. Mm-hmm. Heb je niet echt zelf, ja, kun je niet echt onderscheid maken tussen goed en fout. En dat had hij dus juist heel erg. Hij had heel duidelijk ideeën over dit kun je wel doen, dit kun je niet doen. Dat lag misschien soms iets anders dan bij de meeste mensen. Maar hij was heel principieel. Hij was super principieel. Maar dat is nog niet... Ja, een psychopaat die is gewoon niet empathisch. En dus die maakt geen fuck uit wat jij voelt. Ja, nou, en dat denk ik dus dat hij dat dus wel was. Want als je ziet ook hoe die met mensen en met vrienden omging. Hè, was dat niet altijd doelgericht? Fantastisch. Nee. Ik bedoel, oké, maar de mensen hebben het natuurlijk nog niet geleerd. Maar hij kon inderdaad met bloemetjes, met grote gestes, met sieraden, lieve brieven. Kleine gebaren of gewoon heel geïnteresseerd zijn in je vragen hoe het met je gaat. Als heel veel mensen die in de put zaten, stond hij elke dag op de stoep, gewoon meenemen, koffie drinken. Dat soort dingen. Hij was een ontzettend lieve vriend voor heel veel mensen. Hmm. Hij verwachtte wel loyaliteit. Hij was heel loyaal in zijn vriendschap, maar verwachtte dat ook terug. Als hij het gevoel had dat daar een barstje in kwam, ja, dan kon hij ook meteen de deur dichtslaan. En dan kon het helemaal meteen omkeren. Ja, wat op zich met die, dus mijn
bedoel, we hoeven ook niet te veel te psychologisch zijn, maar het is wel een fascinerende casus. Ja. Daar probeer ik ook dat mensen die dit gesprek horen een beetje mee te nemen. Dat die zoveel verschillende kanten had en dat het zo extreem was. Ja. Maar die, hij had heel veel extreme kanten. Heel veel verschillende extreme kanten eigenlijk. Ja, het was altijd veel en heftig en zelfdestructief het liefst. Ja. Maar dus dat je kunt begrijpen wat een ander nodig heeft en waar een ander goed op gaat. Dat kan je op een heel manipulatieve manier inzetten. Ja, dus ook die vriendschappen die hij dan verzorgt of die hij onderhoudt. Dat blijkt wel. Als ze even niet doen wat hij wil of niet loyaal zijn, dan slaat hij dus om als een blad aan een boom. Wat dus betekent dat het hem in die contacten niet om de ander ging, maar puur om hemzelf. Tenminste, zo beschrijf je hem wat mij betreft. Ja. Zonder dit soort psychologiserende conclusies te trekken. En terecht wat mij betreft. Hm. Maar, vind ik dus goed inderdaad dat jij daar zo dan die gedachten bij krijgt. Ja, dus dat betekent dat je je werk gedaan hebt. Ja, precies. Maar snap je wat ik bedoel met dat empathie? Dus dat het hem nooit om de ander als ja, de ander maar gaat. Er zijn ook weer veel voorbeelden van dat wel... Dat, vertel. Vriendschappen die zijn hele leven lang bleven doorgaan. En dat het helemaal niet... Een hele goede vriendin van hem, die kwam gewoon elke... Ze zagen elkaar elke week en praten verder helemaal niet zo heel veel. Maar vonden het gewoon fijn om samen te zijn. Hmm. Nou, dat is eigenlijk een hele normale, goede... gezonde vriendschap. Ik heb helemaal niet het gevoel dat het alleen dan om hemzelf ging. Hmm. Dus ja, elk contact weer dat hij had, was ook wel weer heel anders. Dat is ook wel weer het interessante. Ook zeker als je zo'n biografie schrijft. Je spreekt allemaal verschillende mensen. Hmm. En die hebben allemaal een andere Theo gekend. Dus ik leerde ook die 150 verschillende Theo's eigenlijk kennen door al die mensen te spreken. En dat is natuurlijk in het normale leven, dan ken je iemand ook op een bepaalde manier. Nou, als je iemand heel goed kent of zo, of al heel lang, leer je andere kanten kennen. Mm-hmm. Maar dat vond ik natuurlijk wel bijzonder ook van het schrijven van zo'n biografie. En ik heb die verschillende kanten er allemaal proberen ook in te leggen, in te beschrijven. Ja. Daar komen we eigenlijk ook een beetje op het thema van voyeurisme. We hebben hier, dat vind ik wel, ik weet niet of we een totaalshotje kunnen krijgen. Maar we hebben hier een stapeltje brieven van, ik hou ze wel even hier op de kamer. Oh, nee, we hebben hier een aantal brieven van Theo liggen. Dat vind ik wel leuk dat je die meegenomen hebt. Yeah. Laten we het zo over dit specifieke stapeltje brieven hebben. Maar meer het algemeen. Het begon geloof ik met 20 verhuisdozen. Ja, klopt. Ja, en dan ga je... Ik bedoel, de meeste mensen kennen die situatie als je een ouder of een grootouder verliest. Hè, de afscheid van neemt en zo'n huis opruimt. Hè. Dat zijn van die momenten waarop je... Maar dat zijn meestal ouders of grootouders en niet heel veel verder weg dan dat. Ik heb wel eens een huis uitgeruimd van iemand die zelf geen kinderen had. En die dan een soort van aangetrouwde familie of een soort... Maar veel... Ja, dan veel... ken je die persoon heel goed al. Ja, precies. En in dit geval is het dus dat jij door zo'n hele nalatenschap heen gaat van iemand die eigenlijk... Ja, die je helemaal niet gekend hebt. Je hebt hem misschien een paar keer, of misschien, je hebt hem een paar keer zien fietsen. Ja, klopt. Ja, rechtvaardigt zijn historische statuur dat er dat ene Jaap gewoon door zijn spullen heen gaat? Voelde dat niet soms wat voyeuristisch? Ja, het voelde heel gek. Ja, die zit opeens... Nou ja, zijn huis is inderdaad opgeruimd op het moment dat hij vermoord werd. Al die spullen die hij zijn hele leven lang bewaard had, verzameld had, die zijn in 20 verhuisdozen terechtgekomen. En wie heeft dat gedaan, weet je wat? Zijn ouders? Of? Nee, dus de executeur, testamentair, en die heeft het allemaal verzameld. En het is in de opslag gebleven en samen met zijn zoon hebben ze het uiteindelijk bij het IJSG gebracht. Hmm. Wie was zijn executeur? Dat is een oude producent. En Max Pam, die is eerder met een biografie bezig geweest. Die heeft uiteindelijk samen met de zoon van Theo die dozen naar het IJSG gebracht. Maar daar stonden ze nog, helemaal ongeopend. Pam heeft ze ook nooit geopend. Het is wel interessant dat Pam, want die schreef notabene over dit boek toch. Wat schrijft hij nou in zijn column? Hij zegt dat die vrouwencontacten, dat moet je allemaal maar met een korreltje zout nemen. Terwijl jij hebt je daarin verdiept, je hebt al die brieven gezien. Ja, hij komt dan in een column soort van, dat is allemaal on... Dat vond ik dan, zeker omdat zij elkaar ook kenden. Ja. Maar in ieder geval... Gaan we niet erin? Nee, ja. Kijk, inderdaad, in die doos zaten inderdaad heel veel brieven van heel veel vrouwen ook, onder andere. Hmm.
Maar ook heel veel scripts, en, maar ook juridische documenten, medische documenten, heel persoonlijke dingen. Oude schoolrapportjes, die ook heel interessant waren trouwens om te lezen. Ja, die haal je ook. Alles, ja, alles wat, je gewoon, wat hij belangrijk vond om te bewaren, heeft hij bewaard. Het was wel een totale chaos. Echt alles door elkaar, af en toe nog peukt tussen. Maar het was gewoon, het waren de spullen die hij bewaard had. En hij had natuurlijk niks geselecteerd. Kijk, als je bij het literatuurmuseum gaat kijken, daar hebben schrijvers ook hun nalatenschap overgedragen. Ja. Die hebben natuurlijk heel precies gekeken naar wat wel en wat niet daarin tussen komt. Dit was gewoon helemaal puur ongeordend alles. Dus dat was inderdaad heel gek om daar opeens tussen die spullen te zitten. Ik heb hem nooit gekend. Ik heb hem inderdaad maar af en toe eens langs zien fietsen. En je zit opeens tussen de meest persoonlijke spullen van iemand. Hm. Ja. Tegelijkertijd voor een biograaf is dat een goudmijn. Je ziet meteen welke contacten voor hem van belang zijn geweest. Hm. Dat wist ik natuurlijk wel een beetje. Maar er waren ook heel veel brieven bijvoorbeeld van mensen waarvan ik nog nooit gehoord had. Onbekende mensen. Hm. Nou, dan zag je meteen van, oh ja, deze correspondentie die gaat ergens over. Tenminste, ik las met name de brieven die aan hem waren gestuurd. Hè? Ja. Dus je hebt niet dan meteen die brieven die hij gestuurd heeft. Maar ik wist wel natuurlijk welke mensen ik kon benaderen. En hij is 47 geworden. Dus naar de meeste mensen die van zijn generatie, ja, die zijn nu in de 60. De meeste die zijn er nog, dus kon ik allemaal spreken. Ja. Dan belde ik ze op en dan vroeg ik van, hey, zou ik u kunnen spreken voor de biografie? Mm-hmm. En heeft u misschien ook nog materiaal van Theo? Nou ja, en dan lacht er vaak een beetje aan of het nou hele goede vrienden waren of niet. Of dat ze misschien juist vijanden waren. Hmm. Of ze me dan wilden ontvangen. Want ik snap ook heel goed. Kijk, als hij zich tegen je keerde, kon het natuurlijk heel heftig zijn. Heel intimiderend. En die mensen hadden vaak niet heel veel zin om daar dan weer in af te dalen in die periode. En om daar toch weer eens eventjes over te gaan praten. Dat zegt ook wel wat, hè? Dat die mensen zo kon raken dat je daar 20 jaar later nog steeds van denkt, nou, laat dat hoofdstuk. Dat kreeg ik wel vaker te horen van nee, dat wil ik niet meer. En dan vroeg ik, heeft hij dan misschien al brieven? En dan zeiden ze nee, die heb ik allemaal in de kelder ooit opgeborgen. En de kelder is onder water komen te staan. Dus, je schrijft of je vertelt ergens dat je dat een keer of 5 gehoord hebt. Dat in zijn kelder. Ja, heel frappant was dat. Ja. Dat was echt letterlijk dat ik dat steeds hoorde. Ja, nee, de kelder is onder water gekomen. Maar dan ging je toch nog weer doorvragen. En dan mocht je soms uiteindelijk toch komen. En dan na een tijd praten. Dan zeiden ze, nou, misschien heb ik dan toch nog iets liggen. En dan gingen ze naar achter. En dan kwamen ze terug met zo'n stapel brieven. Want hij had het dus zo ontzettend veel geschreven. Mm-hmm. Dat was ik altijd wel heel blij natuurlijk. Want brieven, dat is materiaal uit de tijd zelf. Dat is ontzettend waardevol. Mm-hmm. Kijk, als je interviews hebt met iemand. Dat is ook heel waardevol. Want mensen vertellen wat ze zich kunnen herinneren. Maar dat is natuurlijk wel altijd dat hele geheugen overheen gegaan. Al die jaren zijn er overheen gegaan. Dat geheugen heeft zich vervormd. Je moet altijd nog maar kijken wat daar dan allemaal van klopt. Ja. En die brieven zijn uit de tijd zelf. En die geven ook zijn eigen stem weer. Voordat we naar dat stapeltje brieven gaan, toch even, ik zei net, is zijn statuur als persoon rechtvaardig dat een dergelijke inbreuk op zijn privacy? Misschien een gekke vraag van iemand die een soort van therapeut is. Maar bij mij is het zo dat er een beroepsgeheim geldt. Hè? En dat het mensen hebben er wat aan als het mij prijs geven. Hij geeft het jou prijs. Hij is dood. Hij heeft... Ja, dat is inderdaad een van de dilemma's die elke biograaf heeft. Ja, maar hoe ver ga je daarin? Hoe heb jij dat beleefd en hoe beoordeel je dat zelf? Nou ja, ik wil hem dus. Nou ja, mijn doel is dus om hem dus te proberen te begrijpen en die verschillende kanten van hem te laten zien. Dus ik wil. De dingen die ik selecteer, de bronnen die ik selecteer, die hebben allemaal een bepaald doel. Ik schrijf niet anekdotes of haal niet zomaar bronnen aan, terwijl ze eigenlijk helemaal geen functie hebben. Ik wil er altijd wel iets mee. Hmm. En ik heb die achterliggende vraag, op basis daarvan selecteer ik. Ik wil een eerlijk beeld geven, maar ik wil niet. Kijk, ik heb ook wel. Ja, dingen waarvan ik dacht van ja, dat is eigenlijk niet zo nodig. Of dat weten we nu wel, die kant van hem. Hoef ik niet nog een keer zoiets erbij te halen of zo. Of dat, wat, ja. Hmm. Weet je, het gaat misschien om gevoel met name. Het is niet zo dat ik mezelf nou beperkingen heb opgelegd. Ik vind ik heb geen zelfcensuur of zo. Ik denk van, ik heb ook niet gedacht van ja, dat is niet zo leuk voor diegene. Laat ik dat maar niet opschrijven.
of leuk voor iemand anders, of niet zo leuk voor Theo. Ik bedoel, dat, ik wil een eerlijk beeld geven. Dat, ik weet dat hij een liefhebber ook was van biografieën. Hè? Het is, kijk, biografieën die alleen maar een hoera-verhaal zijn, dat zijn niet de meest, dat zijn niet de beste biografieën. Mm-hmm. Zo stond hij daar denk ik ook in. Dus, maar dat is een ingewikkeld evenwicht dat je moet zien te bevinden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets anders als je een echt een historische figuur waarvan alle... Ja, hij is een historische figuur. Ja, goed, maar zijn ouders leven nog. Hè? Dat is wel, zijn vader niet meer. Oké, wanneer is hij ook weer? Is die, oh, die is een paar jaar nadat ik begonnen was, is die overleden. Ja, dat schrijf je ook in je boek inderdaad. Zijn moeder en zijn zussen leven nog, maar... Ja, dus dat is ook inderdaad ingewikkeld, want zij werkt ook mee aan de biografie. Hmm. Ze hebben tegelijkertijd op geen enkele manier gezegd van, je mag bepaalde dingen niet schrijven. Ze hebben daar ook helemaal, kijk, ik was helemaal onafhankelijk. Ja, dus ik moest mijn eigen, dat heb ik heel erg gewaardeerd. Ja. Dus ik heb mijn eigen keuze en mijn eigen weg daarin moeten vinden. Ik kreeg er ook wel respect voor, inderdaad. Voor dat zijn zussen hadden liever gehad dat het wat later zou gebeuren. Ja, die keken er niet naar uit. Nee, want ik vind een goede biografie legt ook zijn werk en zijn privé, verbindt dat met elkaar. Hmm. Hè? En zijn persoonlijk leven. Dus daar moet je het over hebben. En in zijn persoonlijk leven komen natuurlijk ook zijn zussen en zijn moeder en zijn eerste vriendinnetjes en zo. Die komen er allemaal in voor. Nou, die hebben er misschien ook niet om. Die vragen er natuurlijk niet om. Hmm. Maar ja, aan de andere kant, Theo van Gogh is een historische figuur. En ik heb dat alleen maar zo goed mogelijk proberen te doen. En is hij belangrijk genoeg om dit om deze ingreep te rechtvaardigen? Of deze inbreuk te rechtvaardigen? Ja, inbreuk. Nou, dat is het natuurlijk wel. Ik bedoel, en niet dat ik daar per se... ik zou deze vraag zelf niet per se... ontkennend beantwoorden. Hè? Maar ik ben wel benieuwd hoe jij die afweging hebt gemaakt. Ja, nee, ik vind dat die zeker belangrijk genoeg is voor een goede biografie. En een goede biografie is geen hoera-verhaal. Hmm. Waarin je allerlei dingen weglaat. Maar ik ga niet ook sommige dingen waarvan ik denk van ja, dit is eigenlijk helemaal niet nodig om dit nou op te schrijven. Daar heb ik het niet gedaan. Ik heb niet sensatieverhaal daarvan gemaakt. En als hij niet vermoord zou zijn, zou zijn historisch belang dan minder zijn? Kijk, door de moord zal hij in alle geschiedenisboekjes blijven. Hmm. Sowieso. Maar hij heeft natuurlijk, is toch een belangrijke stem geweest in het maatschappelijke debat. In de jaren 80, jaren 90, begin jaren 2000. Hij is denk ik de grootste provocateur in de recente Nederlandse geschiedenis. Ja. Ik zou niemand weten die eigenlijk bij hem in de buurt komt. Hmm. Jij? Nee. Wat ik uit je boek vooral eigenlijk haal, is jouw stiekem bloemleesje hem ook een beetje in het boek. Volgens mij hou jij heel erg van zijn schrijven ook. Kan haast niet anders. Nou, ik vond het mooi dat je dus voortdurend zijn stem kon terughoren, omdat ik dus die beschikking had tot die brieven. Hmm. Hij heeft een hele wervelend taalgebruik. Hij heeft echt een bijzondere manier van formuleren. Hmm. Dat is echt onnavolgbaar. Dat vond ik wel mooi om erin door te laten klinken. Ja, en je haalt een hele mooie... dat was wel een van de genoegens van het lezen van jouw boek ook. Dat jij hele mooie onnavolgbare frasen eigenlijk constant aanhaalt. En dat bracht je ook wel dichtbij hem. En zowel uit zijn brieven als uit zijn columns. Ja, het is mijn doel dus dat je dichtbij hem komt. Hmm. Ja. Ja. En die kritiek, voordat we dan eindelijk naar het stapeltje gaan, maar die kritiek dat je boek te lang is, en dat is eigenlijk dun boekje vind ik niet zo bij hem passen. Nee, ik ook. Nou, wat mijn leeservaring was, want ik snapte die kritiek ook, hè. Ik heb al gezegd dat ik echt van je boek genoten heb, dat zeg maar ergens zit ook, op een gegeven moment denk je, jezus, ga je nou weer ruzie maken met iemand? Jezus, ga je nou dat weer was ook een beetje zijn leven. Maar dan, op die manier kom je er wel dichtbij. Dus het was wel een beetje wat het was. Ja, maar was dat ook je bedoeling ermee? Dat die herhaling. Ja. Nou ja, tegelijkertijd heb ik ook ontzettend veel weggelaten. Ja. Ik heb afgelopen zomer nog 32.000 woorden eruit gehaald. Hmm. Dus ik had eigenlijk nog meer dan 100 pagina's extra. En toen had ik eigenlijk al heel veel dingen niet beschreven. Kijk, weet je, hij heeft zo ontzettend veel verschillende vetes en conflicten en discussies met mensen gehad. Ik heb er een aantal
uitgehaald, heb ik uitgelicht. Daar ben ik dieper op ingegaan. Mm-hmm. Die vond ik bepaalde, met name de fetus met mensen met wie hij eerst bevriend was geweest. Dat vind ik altijd heel interessant. Hè? Die mensen hebben dan verschillende kanten van hem gezien. Dus bijvoorbeeld Tom Hofman. Mm-hmm. Dat was een van zijn beste vrienden uit Wassenaar. Mm-hmm. Die zijn mee opgegroeid. Hij was ook de hoofdrolspeler in zijn eerste film. Ze hebben samen dus de debuutfilm gemaakt. Controversiële film, Luger. De katjes in de wasmachine. Dus die gingen het echt samen maken. Maar op een gegeven moment ontstond er dus een spanning en een clash. Nou, toen heeft hij hem op alle mogelijke manieren achterna gezeten en belachelijk proberen te maken. En toen werd Tom Hofman eigenlijk zijn eerste publieke vijand. Dus nou ja, die weten, die heb ik wel uitgediept. Hmm. Ik was ook heel benieuwd wat Tom Hofman ervan zei. Dat was ook een van de mensen die er niet om stond te springen om met mij te gaan praten. Hmm. Het heeft hem ook wel een behoorlijke impact gehad. Dus ik heb er een aantal uitgehaald. En ik heb ook ontzettend veel niet beschreven. Ja, want ik snap dat je het gevoel krijgt van, oh ja, gaan we nu weer. Maar daardoor kun je wel een patroon laten zien. Hmm. Wat er bij hem speelde. En dus jij vond die kritiek ook wel onterecht? Dat het te lang was? Dat je er te veel... Ik vind het wel meevallen eigenlijk uiteindelijk. Ja. Wat ik me heel erg afvroeg in de loop van het lezen, en dan gaan we naar de brieven toe, is ben je al brieven of briefwisselingen aan Bloemlezen geweest? Of wordt er al een publicatie voorbereid? Oh ja. Want ik neem aan bijvoorbeeld die brieven met... Ik zit er wel over na te denken, want ik heb natuurlijk ontzettend veel verzameld. Dus het, in sommige correspondenties zie je inderdaad al die verschillende spectra van zijn persoonlijkheid terugkeren. Hmm. Connie Palmen is inderdaad een goed voorbeeld. Wat zijn andere voorbeelden? Dat is er een die er wel, gewoon ook omdat Connie Palmen de stukjes die hij eruit had, die zij terugschrijft, die zijn ook van hoog niveau. Ja, dat zijn fantastische brieven. Maar je ziet dus haar helemaal zijn lieve en zijn troostende kant eigenlijk die hij had. Hè. Zij zat toen in die periode echt heel erg in de put. Nou, dan kon hij dat heel mooi haar opbeuren. Ja. Hij heeft eigenlijk haar een beetje door die periode heen gesleept. Ja. Na het overlijden van Ischa Meijer. Ja, ook wel anderen. Maar haar concentratie richtte zich op hem. Zoals ze dat in de brieven beschrijft. Mm-hmm. En dat ging ook over taal, over literatuur. Maar ja, dat waren fantastische brieven. Uiteindelijk, zij gaat hem ook analyseren en psychologiseren en zo. En op een gegeven moment dan komt ze met kritiek en die raakt hem. En dan schrijft hij een brief terug. Zij zei van, ik werd helemaal koud van toen ik het las. Dan probeert hij je ook weer echt te raken met allerlei dingen die hij dan over haar weet. Gaat hij dan in die brieven verwerken. Dus daar zie je al die verschillende kanten in terug. En het zijn ook wel een paar andere briefwisselingen waar dat in terugkomt. Ja. Wat ik ook heel bijzonder vond was een briefwisseling met twee vrouwen die hij tijdens het hond uitlaten is tegengekomen. Gewoon in het park Frankendaal. Ja. Ja. En spreek ze een paar keer, hè, zoals mensen met de honden. Je hebt een kort gesprekje. En zij hadden na een paar gesprekjes hadden ze het idee van, oh hey, er is een klik of er is iets gemeenschappelijks. Mm-hmm. Dat Theo in ieder geval. En die zegt van, nou laten we een correspondentie starten. Nou, toen hebben ze 3 jaar lang hele intensieve correspondentie gevoerd. Die ook echt heel persoonlijk was, van allebei de kanten. Mm. En Theo, die wist altijd precies wat hij wel en niet liet zien, ook met name in de media. Maar in die brieven liet hij ook wel echt wel weer een andere kant van zichzelf zien. Echt, liet hij ook wel echt dingen van zijn binnenkant toch al naar buiten komen. En dat was wel bijzonder om te lezen. Dus ja, het is misschien wel een goed idee om een brievenbroek te maken. Maar heb je nog niet... Ik zit erover na te denken, ja. Ja. Ja, ik zou het maar doen. Ik dacht bij privé dat wij zo wel mooi zijn, maar... Sorry? Wilden ze het geloof ik niet. Nou ja. Wie erbij? Nou ja, in die serie privé domein. Maar we moeten maar kijken. Hmm. En welke andere... Dus die inderdaad, die met die dames die op straat tegenkomen met het hondje uitlaten, Connie Palmen. Welke andere brieven waren... Want je hebt ook een beetje een tegenover nodig die ook het niveau haalt. Dat maakt het extra lezenswaar. Ja, die brieven met Tom Hofman. Dat is meer helemaal aan het begin dus van zijn... Die scheldt hem ook maandenlang per brief elke dag verrot, geloof ik. Hè? Op een gegeven moment. Tenminste, Theo... Maar daarvoor hebben ze dus ook wel echt een andere soort correspondentie. Hmm. En dat is dan heel erg...
Daar zijn ze echt nog wel een jaar of 20. Dan willen ze de wereld veroveren. Maar hebben ze het over van, ook van alles. Het is ook heel interessant om te lezen. Ja. Ja. Olga Zuiderhoek heeft hij ook interessante brieven, schrijft hij aan haar. Ze is een graadmoeder. Ja, hm. Ja. Ja, veel interessante brieven aan vrouwen. Ja. Ja, en dit stapeltje brieven, ja. Dat heb jij geopend. Ja, tenminste, klopt. Bijna ja, allemaal. Nou ja, dat is inderdaad een apart verhaal. Zullen we er eentje uithalen ondertussen? Ja. Een beetje laten zien. Neem nog wat. Ja. Dat was een heel apart verhaal, want de schrijver Guus Luiters. Die had inderdaad een stuk geschreven in het jaar na de moord, 2005. Hmm. En daar. Dat was een groot beeld, kent dat? Daar had hij dus. In dat stuk had hij geschreven. Hij had samen met Theo een scenario gemaakt. En voor zijn voor een speelfilm, Loos. En hij schreef daarover over zijn herinneringen. En in een bijzin schreef hij van. Hey, ik moet nog ergens een stapeltje hebben liggen met ongeopende brieven van Theo. Dus nou, ik las dat artikel en ik dacht van, oh, een stapeltje ongeopende brieven. Dus nou, ik bel Guus Luiters op en ik vraag van, hey, zou ik u kunnen interviewen voor het boek? En dat vond hij goed. En toen zei ik van, ja, ik zie ergens in een artikel dat u ook nog een stapeltje ongeopende brieven van hem heeft liggen. Hoe zit dat? Toen zei hij van, ja, dat klopt, die heb ik nog wel. Weet je, anders kom ik wel bij je langs en dan neem ik dat stapeltje wel mee. Toen kwam hij langs bij mij thuis. En toen inderdaad dit stapeltje. 14 ongeopende enveloppen. Uit 1986. Poststempel staat er nog op. Geschreven vanuit New York. Theo was 2 weken in New York. New York was echt voor hem. Hè, de stad der steden. Hmm. Daar was hij het liefst. En hij had elke dag een brief geschreven aan Guus Luiters. En dat is ook alweer iets wat hij doet. Zeker als zo'n vriendschap opstart. Dan gaf hij meteen zijn hele hebben en houden. Ging hij meteen elke dag bellen, elke dag schrijven. Nou, het is ook geen kattenbelletje. Nee. Het is nee. Anderhalf pagina. Zijn die anderen ook zo lang? Ja. Ja. Elke dag een brief schrijven. Maar ja, toen vroeg ik natuurlijk van ja, waarom heeft hij die dan niet opengemaakt? Toen zei hij van ja, dat doe ik wel vaker niet. En dat handschrift is ook niet heel goed leesbaar meteen. Ja, ik vind het nu inmiddels wel heel goed leesbaar. Maar het is heel gek. Het is alsof er steeds... Ja, elk woord is doorgestreept. Maar je hebt natuurlijk ook weer allerlei psychologische... Ja, ik hoorde je in een interview zeggen dat je dat aanvankelijker ingezet had in je boek. En dat toen... Ja, je kan ook wel zelfdestructie lezen. Ja, precies. Maar ik vond het wel interessant. Zij had ze meegenomen. Toen hebben we samen 1 brief geopend. Toen heeft hij 1 brief geopend. Daar had ik nog een filmpje van gemaakt. Dus dat was, heeft hij toen voorgelezen. Dus het was leuk. En toen zei hij van, nou ja, hier, ik laat die brieven wel bij jou. Maak jij ze maar open. Doe maar rustig op je eigen tempo. Ik krijg ze wel een keer terug. Dan laten we 1 afspraak maken. Die onderste brief, die laten we dicht. Wat natuurlijk super frustrerend was. Want ja, ik denk toch van misschien dat net in deze brief de sleutel tot zijn persoonlijkheid ligt. Maar ik zie hem open. Ja, dus uiteindelijk heb ik bij de... Ja, dus ik heb wel zitten twijfelen, moet ik die nou openmaken of niet? En zo mensen zeggen tegen mij van ja, dat moet je doen. Hè, alles voor het boek. Maar daarvan had ik dan wel weer het idee van ja, dat gaat dan echt ongeluk brengen als ik dat doe. En dat, ik had het ook gewoon beloofd aan Guus Luiters om dat niet te doen. Dus ik liet hem dicht... Dus ik heb bij mijn boekpresentatie aan hem gevraagd van, hey, zou je nu die brief willen openen? Dat heeft hij toen gedaan. Was natuurlijk wel het risico dat als inderdaad daar iets in zou staan, wat dan echt gewoon heel, dat de sleutel was, dat ik dan het boek opnieuw had moeten schrijven. Maar dat was gelukkig niet het geval. Nee. Maar ik vond het wel mooi, want het staat natuurlijk wel ergens symbool voor wat je allemaal niet weet. Kijk, zo'n biografie. Kijk, ik ben er lang mee bezig geweest, 7 jaar. Het is een soort van ontmoeting, zou je kunnen zeggen. Een soort van ontmoeting tussen... De biograaf en de gebiografeerde. Mm-hmm. Ik spreek allemaal mensen. 150 mensen gesproken. Maar ik had er zo nog 150 mensen kunnen spreken. En die hadden ook weer allemaal brieven gehad. En dat allemaal dingen. Dus ik weet natuurlijk heel veel niet. Maar ik heb het idee dat ik wel dichterbij ben gekomen. Maar ja, weet je. Ik had nog veel langer ermee bezig kunnen zijn. En misschien als ik over 10 jaar dit zou hebben gedaan, zou het een heel ander boek zijn geweest. Het is een soort momentopname. Nou ja, ik denk wel dat je gezien de hoeveelheid correspondentie die hij had en die ook aan jou al toegankelijk is geworden.
dat je best een dat je voor een biograaf best een goudmijn had. Ja, nee, het was overstelpend. Het was ontzettend veel. En ik heb ontzettend veel natuurlijk niet gebruikt. Volgens mij zijn van deze brieven hier dit stapeltje. Volgens mij, ik weet niet eens of er een citaat uiteindelijk in het boek is voorgekomen. Was Guus Luiters niet ook die schrijver die over sadomasochisme, dat hele ja. SM... Ja. Dat heeft ook een karaktertrek van hem. Dat hij in één brief... Je mag het 13 openen, maar die 14e laten we dicht. Ja, ik vond het toch ook wel mooi. Foltering, ja. Ja, maar het is wel heel, het is heel symbolisch voor... het lijkt alsof je alles ziet, maar je ziet het ook niet. Ja, we zijn een beetje... we zijn een beetje wild door zijn leven heen gegaan. Het was ook een wild leven. Welke, het was zo veelzijdig. Ik denk dat voor mij, zeg maar, de liefde voor zijn schrijven, dat is wat mij nog het meest, afgezien van dus de jeugd en dat bizarre karakter van hem met al die antagonismen en hoe ver hij daar ook in ging. Het was een wonder dat hij nooit voor stalking of zo een keer goed veroordeeld is. Was toch ook wel die mooie frase die je eruit had, vond ik aan je boek heel erg mooi. Wat is bij jou, wat heb jij in de loop van het schrijven, waar ben je door verrast of wat ben je anders tegen hem aan gaan kijken? Toen we het aan de telefoon erover hadden, zei je van, het is toch dat rond dat Maviola-proces waar hij aangeklaagd is voor antisemitisme. Door Sonja Barend en Ronnie Naftanio. Ja, daar ben ik wel anders naar gaan kijken, ja. Ik dacht eerst dat echt puur... vanuit een soort van geïnternaliseerd antisemitisme kwam. Maar moeten we het helemaal uitleggen hoe dat dan zat. Ik denk dat die heel veel meer zat op het thema van leedexploitatie in het algemeen. Dat echt iets is waar hij op aansloeg op heel veel verschillende vlakken. Nou, we kunnen het best even, het is ook interessant. Het is na het ezelsproces van Reven over het... Is het toch wel een belangrijk... Ja. Als je het over de vrijheid van meningsuiting hebt, is het een belangrijk proces in de Nederlandse geschiedenis. Ja. Dus dat artikel dat hij in die Maviola-publicatie schreef. Ja, ik heb hem trouwens ook meegenomen in mijn tas. Oh, wat leuk. Ja. Dit is het blad Maviola. Ah ja, Maviola, dat zei ik, Maviola, ja. Moviola van film. Ja, dat had hij zelf gemaakt. Een tijdschrift tot rust en vreugd in film en cultuur. Ging hij, samen met Giet Jaspers. Daarin ging die Leon de Winter, was het geloof ik. Dit was zijn eerste stuk. Zijn allereerste artikel. Ja, vertel. Ja. De Messias zonder kruis heet het, daar is het. Ja. Zal maar eens even omhoog houden. Dat was het allereerste artikel dat hij schreef. En dat... Eigenlijk is het een soort schotschrift tegen Leon de Winter. Een generatiegenoot van hem. Ik kende hem verder niet persoonlijk. Maar ik denk dat er enige jaloezie zal er waarschijnlijk mee hebben gespeeld. Leon de Winter ging in die tijd heel goed. Heel succesvol. Theo in die tijd heeft veel minder. Maar, Hij had een positie bij het Filmfonds. Of in ieder geval bij een subsidiegever. Hij had boeken uit. Hij had films. Ja. Die was een beetje in de mars aan het rommelen. Precies, ja. Dus het was een goede vijand voor hem, zeg maar. En hij zag hem zitten bij Sonja Barend. Samen met een aantal andere prominente heren van Joodse afkomst. En die hadden het over, de Joodse identiteit en wat dat met je doet. Dat was de vraag vanuit het programma. Ja. En toen heeft... Theo, en dat was ook eigenlijk het thema van een film die toen uitkwam. En die was gebaseerd op het boek van Leon de Winter. Hmm. Dus het was ook vrij logisch dat het daar... Of was het niet gek dat het daarover ging? Ja, waar je noten bijna de exploitatie van de Joodse identiteit... door een van de hoofdrolspelers wordt aangekaart als iets wat je niet zou moeten doen. In dit film zelf? Ja. Ja, dus ik ben inderdaad die film gaan kijken. En is heel verpand dat daar inderdaad een scène in zit. Hmm. En dan is er een restaurant en er zit de hoofdrolspeler zit in dat restaurant. En dan zegt een tafelgenoot, zegt van, straks om 9 uur dan gaat de eigenaar Jiddische memme draaien. En dan de tranen zullen dan over zijn wangen biggelen. En dat doet hij elke avond. En dan de hoofdpersoon staat op, dan als het inderdaad gebeurt. En die zegt van, dit is wel onstaltig. Dus die scène zit daar inderdaad in. Maar daar is het verder in die hele discussie echt nooit over gegaan. Theo heeft een schotschrift geschreven waarin hij zegt van met dat boek en met die film, daarmee maak je eigenlijk reclame over de hoofden van 10 miljoen, of over de hoofden van 6 miljoen doden. Ja. En dat was eigenlijk de kern van zijn beschuldiging. Mm-hmm. Hij heeft dat stuk geschreven
Het was een eerste stuk. Dat liet hij lezen aan een vriendin van hem. En die vriendin die leest dat stuk. En die zegt, nou ja, dat... ik ben het er eigenlijk wel mee eens, zegt ze. Het is een goed stuk. Alleen, die grap over Anne Frank op het einde... die kan echt niet. Hmm. Die moet je er echt uithalen. Dat kan niet. Wat doet Theo in reactie daarop? Hij past het stuk aan. Hij voegt nog twee veel grovere grappen toe. Holocaust grappen, sick jokes, zoals hij ze noemde. Over copulerende gele sterren. Wat ruikt het hier naar karamel? Naar echt heel... echt sick jokes. Ja, grove grappen. Ja. Ja. En dat is inderdaad de reden geweest voor een proces dat hem is aangedaan door Ronnie Nathaniel, Sonja Barend. En dat proces heeft jarenlang geduurd. Vlak voordat... het is tot twee keer toe bij de Hoge Raad geweest. En vlak voordat die uitspraak bij de Hoge Raad kwam, heeft Theo gezegd ook van... Ik vind dat ik dit mag schrijven. Het was voor hem natuurlijk een principiële zaak. Hij zei van, ik mag dit schrijven. Hij was al vanaf midden jaren 80 altijd van... vrijheid van meningsuiting is één en ondeelbaar. Ik mag zeggen wat ik vind. Ik mag schrijven wat ik wil. Mm-hmm. En dit was dus voor hem een principiële zaak. En hij heeft gezegd van, ook al word ik veroordeeld of niet, ik zal de komende 30 jaar, elk jaar, dit stuk blijven publiceren. En hij heeft het ook nog in twee bundels ook nog gedaan. Dus toen is het opnieuw gepubliceerd, datzelfde stuk. Mm-hmm. Nou, toen is er uiteindelijk iemand anders geweest en die heeft hem opnieuw aangeklaagd. Dus hij is uiteindelijk veroordeeld door de Hoge Raad. Of de Hoge Raad heeft de veroordeling in stand gehouden. Mm-hmm. In het eerste Moviola-proces. En toen is hij opnieuw aangeklaagd door iemand anders. Voor hetzelfde stuk. En dat is dus eigenlijk heel gek. Want je hebt in Nederland het nee bis in idem principe. Dat je niet twee keer voor hetzelfde vergrijp kan worden aangeklaagd. Mm-hmm. Maar hier was eigenlijk sprake van een nieuwe publicatie. Dus kon het wel. Ja. En toen is hij in dat tweede proces uiteindelijk vrijgesproken. Dus het heeft uiteindelijk 9,5 jaar geduurd. Om een soort procedurefout, ja. Hè? Dat is de tweede keer. Nee, hij was vrijgesproken door het Hof. En toen wilde de aanklager dus nog naar de Hoge Raad gaan. En toen is er inderdaad een vormfout gemaakt. Ah, oké. Maar de eerste keer was hij er ook weer achter op vrijgesproken. Ja. Het eerste proces is hij ook veroordeeld. Ja, precies. Nee, maar de eerste keer van het... Dus bij het bij de rechtbank en toen het Hof. En dus het is slepend. Ik geloof dat er wel 25 rechters hebben zich daarover gebogen. En het was dus ook een hele moeilijke kwestie. Hè? En tot waar gaat die grens van de vrijheid van meningsuiting? Is het ook zo dat kunstenaars, schrijvers, dat het daarvoor nog weer ruimer bepaald moet worden? Ja. Dat is natuurlijk ook wel een interessante kwestie. Ja, zeker. Je beschrijft hem vrij gedetailleerd in het boek. Hè, dat je dus ook inderdaad de inhoud van die filmen bijhaalt. En, was ook nog nooit eerder gedaan. Dus ik wilde het heel erg gewoon achter elkaar eens even uitzoeken. Van wat was nou in die film? Wat werd daar nou, waar ging die over? Ja. Waar ging dat programma bij Sonja Barend? Wat werd daar gezegd? Wat staat er nou eigenlijk in dat artikel? En dan wat waren daar de reacties op? Hoe ging die rechtsgang? Ja. En hoe die columnisten, die zich allemaal mee gingen... Kijk, bij elke uitspraak ging iedereen weer zich iets over zeggen. Dus het was echt een slepende kwestie die ook over een hele lange periode zich uitstrekte. Dus op een gegeven moment veranderde het ook weer, die ideeën daarover. Dus het was wel interessant. Ja, nou, de historicus in jou zich kunnen uitleggen. Ja. Maar dat is dus een van de voorbeelden dat je aanvankelijk eigenlijk dacht... Ja, hij is misschien toch wel een soort intrinsieke... antisemitische inborst ergens. Nou kijk, dus Evelien Gans, waar we het net ook al over hadden. Ja, die betoogt dat. Nou, die zei hij flirt met antisemitisme. Want hij zet eigenlijk Leon de Winter neer. Die brengt hij in verband met... De geldjacht. Ja, geld. Ja. Reclame maken. Hè? Inderdaad, het stereotype van de geldjood. Dus daar dacht ik inderdaad in eerste instantie ook van... misschien is dat zo. Dat hij een soort van geïnternaliseerde stereotype... daarin denkt. Mm-hmm. Hè? Dat het onbewust dat hij dat zo op die manier zo heeft opgeschreven. Maar als je kijkt naar zijn leven en naar zijn andere discussies waar hij in verwikkeld is geraakt, dan zie je dat het hem dus heel vaak gaat om, als hij het idee heeft dat er leed wordt geëxploiteerd, dat hij daar dan helemaal meteen op ingaat. En het beruchtste voorbeeld is eigenlijk Monique van der Ven, mm-hmm. midden jaren 90, die haar overkwam het ergste wat je kan overkomen. Ze verloor haar 2-jarige zoontje. Mm-hmm. En
Ze heeft daar toen op een gegeven moment op televisie over verteld. Over hoe dat gegaan is. Ook trouwens bij Sonja Barend. En dat vond hij dus niet kunnen. Hij heeft dus toen een column geschreven. En daarin heeft hij gezegd van ja, Monique van de Ven speelde haar beste rol in het programma. Ik denk dat niemand anders dit, misschien dat mensen dit zullen hebben gedacht, dat zou kunnen, maar niemand anders zou dit zo geschreven hebben. Ja, en hij gooide de column ook nog bij ze door de bus, zodat hij zeker wist dat ze dat zouden zien. Ja. Er zijn ook andere voorbeelden. Ronald Gippard werd gefotografeerd bij... zijn moeder was overleden. En op de begrafenis werd hij gefotografeerd bij de kist. En dat vond dat Theo ook niet kunnen. Heeft hij ook meteen ging hij daarop af. Dus dat zijn allemaal... En dat heeft verder niks met die Joods-anti-Joodse stereotypen te maken. Nee. Dat is meer exploitatie van leed. Daar heeft hij ook later een programma over gemaakt... En dat ook heel erg met die grote amusementshows die in de jaren 80 werden georganiseerd voor Afrika. Hè, toen er hongersnoden waren. Vond hij eigenlijk ook niet kunnen. Hij zei van ja, dan hebben mensen een beetje een goed gevoel. Zitten ze daar met een pilsje en een bakje noten op de bank lekker naar dat programma te kijken. En dan hebben ze het gevoel dat ze iets goeds doen. Ja. Dat vond hij ook weerzinwekkend. Dus dat zijn van die voorbeelden waarvan hij dus vond dat je dat niet kon doen. Hij verwoordde het ook zo lekker. Hij heeft het over de 4 mei-industrie en het naoorlogsverzet. En dat soort leuke vondsten allemaal. Maar hij doet het dus... Ja, dus toen jij zag hoe... Ik moest de hele tijd denken... Je hebt een Duitse... Dat is eigenlijk een Turk, maar een Duitse... Een Turkse Duitse of een Duitse Turk. Ik weet niet wat... Serdar Somuncu. Dat is een cabaretier die overigens een fantastische voorstelling over Hitler heeft gemaakt. Daar moet je echt naar kijken. Er kwamen allemaal neonazies kwamen daar dan naartoe om hem op zijn bek te slaan. Ja. Omdat hij... Nou, fantastisch. Maar die heeft het... In het begin van zijn show Haspredigen heeft hij het over flesjendekkende beleidiging. Dus dan zegt hij, ik ga iedereen beledigen deze show. Dat moet je in Duitsland nog een beetje uitleggen. Tegenwoordig in Nederland ook weer, ben ik bang. Maar daar moest ik echt gewoon alles en iedereen had ook maar enigszins flesjendekkende... Hij maakte inderdaad geen onderscheid tussen. Ja. Nee, dus daarom denk ik ook van dat er nou echt dat onbewust antisemitisch, daar geloof ik dus nu niet meer in. Ja, dat is een voorbeeld. Ja. Ja, mooi. Andere dingen dan die? Want die noemde je inderdaad. Heb je nog andere dingen waar je verbaasd over was? Nou, ik was gewoon heel erg verbaasd. Die andere kant, die meer die ontroerende kant en de troostende kant van hem, hè, die met name in die brieven ook terugkomt en ook in verhalen van zijn vrienden. Kijk, hij staat toch bekend als de ultieme provocateur. Hè? Van het terribele, dat is zijn imago. Dat is hoe hij zich natuurlijk ook in het openbaar uit en hoe iedereen hem kent. Maar deze kant van hem, die kende ik niet. Dat vond ik wel bijzonder ook, om die te leren kennen. Ja, je slaagt erin om aan het einde van het boek... Je schrijft dusdanig meeslepend dat ik werd behoorlijk emotioneel zelfs toen naar het einde van het boek toe. Ja, dus je leert iemand helemaal kennen, zijn bizarre kanten, zijn mooie kanten. En dan fietst hij daar onder het viaduct door bij Muiderpoort. En dan wordt hij van zijn fiets geschoten. Hoe is dat? Ben je daar ook anders naar gaan kijken? Nou ja, het is vrij bizar. Ik woon daar dus toevallig, echt toevallig woon ik daar om de hoek. Dus ik fiets daar dus elke dag langs. En ik vind het nog steeds... Ja, ik heb daar ook een tijd gewoond, net om de hoek inderdaad. Ja, ik vind het gewoon nog steeds verbijsterend hoe dat heeft kunnen plaatsvinden. Het is echt een rituele slachting op klaarlichte dag. Op het moment dat ouders hun kinderen naar school brengen. En een drukke straat. Ja, het lukt mij niet om er niet aan te denken als ik er langs fiets. Ja, ik vind het ongelooflijk. Dat had ik toen al, toen ik er woonde. Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor jou nu nog... Ja, dat is best wel gek om daar dan ook zo mee bezig te zijn. Maar ja. Tegelijkertijd, het is vandaag een bijzondere dag, hè? 8 maart, zegt je dat? 8 maart, moet je me even helpen? De verjaardag van Mohamed Bouyeri. Oh, ja, bizar. Nee, die heb ik niet zo. Ja. Die is trouwens, heb ik me laten vertellen, geboren ook weer om de hoek van die plek van die moord. Hmm.
Dat ik ook. Dat is ook gek. Ja. En de vraag waar de tapes zijn van de. Ja, je hebt daar vaak. Dat begrijp ik ook hoor. Dat je zegt van ik heb het over zijn leven. En dat, is de, ja. dat zijn de bronnen. Ja, dus over die dood is ook nog een hele hoop. Tuurlijk. Heeft hij hulp gehad? Waar zijn de tapes van de IVD die de Hofstadgroep aan het afluisteren waren en zo? Ja. Ik wil het even noemen. Gewoon Kijk, dat inderdaad. Maar dat is eigenlijk weer een apart boek. Ja. Dus ik heb die moord, ik heb het vrij sec beschreven. En de nasleep ook. Hoort er ook bij, tuurlijk. Maar het gaat om zijn leven, dit boek. Zijn biografie. De voorgeschiedenis van zijn familie ook wel. Mm. Ook, maar echt, het leven, dat is de body van het boek. Ja. Nou ja, dat is ook weer een heel ander trucje. Hè? Dat is eigenlijk meer onderzoeksjournalistiek dan biograferen, wat je dan zou moeten doen. Ja. Maar er spelen wel wat raadsels hè, rond die, of die hulp gehad heeft en hoe dat verder gegaan is. Ja. Laten we dat, ik weet er ook het fijne niet van, maar laten we dat in ieder geval, daar hebben we het in ieder geval even genoemd. Zijn er dingen, want we hebben het over het biograferen gehad, we hebben het over jou gehad, we zijn begonnen toch ook met die thematiek van de vrijheid van meningsuiting. Daar sluiten we nu door naar dat Moviola-proces te gaan, toch ook weer op een bepaalde manier mee af. En dat is ook wel een discussie die jij mooi entameert, ook in het boek, zei het indirect. Maar in de bulk van dit gesprek hebben we het vooral over hem gehad, over zijn leven, over wie hij was. Hebben we daar iets in... ik heb jou geprobeerd daar een beetje in te leiden. Maar heb ik belangrijke dingen gemist? Of zijn er volgens mij, ik was erg blij toen ik op een gegeven moment ergens een passage las. Van een Zweedse schrijver. En dat heb ik uiteindelijk als motto gebruikt in het boek. En ik vond dat wel bij de kern kwam. Söderberg, dat was het. Ja, het is een heel oude roman. Ik heb die roman daarna ook gelezen. En men wil bemind worden. Bij gebrek daaraan bewonderd. Bij gebrek daaraan gevreesd. Bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact. En toen ik dat las, toen dacht ik van, dat contact maken. Hij was altijd bezig met contact maken op alle mogelijke manieren. Hmm. Heel intense vriendschappen, maar ook hele intense vijandschappen. Dat is ook een manier van dat contact maken. Hmm. En toch was hij, schrijf je, aan het einde van zijn leven eigenlijk heel eenzaam. Nou, dat komt denk ik ook voort uit dat contact, dat dwangmatige contact zoeken. Komt denk ik uiteindelijk ook voort uit een vorm van eenzaamheid. Hmm. Ja, daar heeft hij zelf ook wel, in, met name dus die brieven bijvoorbeeld aan die vrouwen, komt hij daar ook wel vaak op terug. Leuk dat je afsluit en dan toch een beetje psychologiseert nu. Dat je, ik ben ook niet helemaal tegen het psychologiseren in biografieën. Hmm. Ik bedoel, je probeert er uiteindelijk toch ook echt iets te zeggen over iemand. Ik ben niet iemand die dat één op één heel erg gaat doen. Ik zeg dat die zoiets komt puur alleen daardoor. Weet je? Het is, het is natuurlijk heel complex. Ja, ook elk leven wordt natuurlijk gevormd door aan de ene kant je afkomst en genetische afkomst. En maar ook je opvoeding, je milieu waarin je opgroeit. Bepaalde gebeurtenissen in je leven, met name in de vormende periode van je leven. Mm. Weet je, dat heeft allemaal impact. En dat maakt allemaal uiteindelijk de persoon die je wordt. En dat is bij hem natuurlijk ook het geval. En al die verschillende elementen heb ik in het boek proberen te brengen. Ja. Mis je hem al? Nou, ik mis het. Ik moet zeggen, ik vond het geweldig om dit te doen. Om die 7 jaar. Ik mis wel eigenlijk een klein beetje nu al dat ik daar niet meer bezig ben. Hmm. Ik vond het ook een fantastische hoofdpersoon. Een fantastisch onderwerp. Ik heb ook ontzettend veel gelachen tussendoor trouwens. Ja, zo. Ik ook. Maar ik heb echt een keer of 15 een lach me uitgebarsten bij het lezen. Dat is toch wel... Dat had ik dus ook heel veel. Dus het was ook... Hij was nooit saai. Ook naar het kijken. Maar dus het werk was daardoor ook eigenlijk nooit saai. Ja. En ik had allerlei interessante gesprekken met al die mensen. Die gingen eigenlijk ook over het leven. En je gaat ook uiteindelijk ook weer een beetje nadenken over je eigen leven. Dat doet volgens mij ook een goede biografie of een goede biografische film. Dan ga je toch altijd even nadenken van, hoe is dat eigenlijk bij mij? Ja. Nou, en dat hadden die gesprekken die ik met mensen voerde, hadden eigenlijk datzelfde effect.
Dus dat vond ik, ja, vond ik geweldig. Mm. Dus in die zin mis ik het eigenlijk wel, ja. En nu al. Is er al een volgend project op stapel? Nee, nog niet. Als er kijkers zijn die nog goede ideeën hebben, laat maar komen. En je hebt, ik hoor altijd van mensen die ik ken die een beetje met die boeken bezig zijn, dat er geen droog brood meer mee te verdienen valt. Hoe kan jij 5 jaar of hoe kan jij 7 jaar leven om een boek te schrijven? Oh, ik heb nog wel ander werk erbij. Oké. Okay. Ja. En ik had fondsen geworven in het begin. Hmm. En ik heb wat geleend. Ik hoop dat het boek het een beetje oké doet. Ja. Kun je een lening terugvragen? Dat zou fijn zijn, ja. Wat voor werk doe je daarnaast? Nou, schrijven. Ik schrijf ook stukken. Hmm. Journalistieke stukken. Ja. En ik zit ook weer nog in een commissie die gaat over nazi-roofkunst. Hmm. Dus ja. Nou ja, dus het is ook niet, het is niet zo dat Querido zegt, nou, hier is een voorschot voor de volgende biografie. En dat zou dan echt wel een heel project op zich worden. Oh, dat zou ik wel een goed idee vinden. Want dat is wel, dat zou je wel willen, nog een nieuwe... Nou, ik vind het biografische werk vind ik wel echt heel geweldig om te doen. Hmm. Het lag natuurlijk ook wel aan deze goede hoofdpersoon, maar er zijn er ook natuurlijk nog wel een keer andere. Ja. Dus ja, ik zit daar wel een beetje over na te denken al. Maar ja... Het is nog niet iets heel concreets. Mijn vorige boek heb ik dus ook. Dat was een familiegeschiedenis. Daar heb ik uiteindelijk ook 7 jaar over gedaan. Dus blijkbaar, ja. Dat is wat het is. En toen heb ik ook even een tijdje daarna even wat andere dingen gedaan en zo. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment had ik ook echt het idee van: het is nu weer tijd voor een groot nieuw project. Dat wil ik eigenlijk nu weer zo doen. Ja. Mooi. Nou, ik denk dat het bij jou in goede handen zal zijn. Heel erg bedankt voor een mooi boek. En heel erg bedankt dat je er hierover wilde komen praten. Graag gedaan. Jolande, bedankt voor het kijken en nog een fijne avond.